van harte welkom allemaal bij deze bijzondere raadsvergadering 21 december. In het bijzonder welkom aan Philippe van Ham. En daar gaan we zo nog meer over horen. Ook bijzonder welkom aan zijn echtgenoot, mevrouw van Ham, Jamie. En verder alle andere gasten, waaronder ook mijn ambtgenoot uit de Haarlemmermeer, burgemeester Schuurmans, leuk dat u er bent. Raadsleden, collegeleden, ambtelijke ondersteuning, andere belangstellenden, van harte welkom. We hebben een paar berichten van verhindering gehad. Dat is mevrouw Visser van ODS, de heer Dudink van ODS, de heer Lezer van de VVD en mevrouw Dudink van de partij ELS. We zijn met 15 raadsleden vanavond. Dat is ruim voldoende om geldige besluitvorming te kunnen hebben. Voordat ik verder ga, wil ik, zoals gebruikelijk, u vragen een moment van bezinning met mij in stilte te delen. Dank u wel. Ik heb verder geen andere mededelingen, behalve dan dat de echtgenote van de heer Van Ham jarig is vandaag. Van harte gefeliciteerd vanaf deze plek. En we hebben iets aardigs voor u meegebracht. Dat krijgt u straks. Dat zijn streekproducten uit de streek, want zo wordt het gebied hier ook nog wel genoemd. Dus dat is dubbel toepasselijk. Maar dat overhandigen we straks even na de vergadering. Ik heb verder geen andere mededelingen. Zijn die er? Nee, niet. Dan kunnen we verder. Agenda punt 2, zoals gebruikelijk, is het spreekrecht. Maar er zijn geen inwoners die aangekondigd hebben daar gebruik van te willen maken. Dus dat is daarmee ook geweest. Agenda punt 3 hebben we normaal hoofdelijke stemming, maar dat hoeft niet voor vanavond. En agenda punt 3 is dus nu het vaststellen van de agenda. Er is sprake van één agendapunt, namelijk de benoeming en de beëdiging van de nieuwe wethouder. Ik neem aan dat iedereen daarmee in kan stemmen. Dat is het geval, dan gaan we al dus verder. En dan zijn we dus bij agenda punt 4, het benoemen en het beëdigen van de nieuwe wethouder. En dat is de heer Philippe van Ham. Zoals bekend heeft te maken met het vertrek van de vorige wethouder van de VVD, de heer Krijger. En ik denk dat dit een goed moment is om de heer Leeuwinga het woord te geven, zodat hij als het ware de nieuwe wethouder voor kan stellen. En hij gaat dat hier doen bij het spreekgestoelte. En hecht geen symbolische betekenis aan het doosje met papier en zakdoekjes wat daar staat, want ik vermoed niet dat dat nodig is. U heeft het woord. Dank, voorzitter. Ja, dat weet u natuurlijk nog niet, maar misschien is hij wel met de reden neergezet. Ja, ik ga hier maar even staan, want mij is te horen gekomen dat ik wat een beetje sjeu in de vergadering moet worden gebracht, aangezien we maar één agendapunt vanavond op de agenda hebben staan. Dus ik sta hier voor de eerste keer ook, dus hartstikke leuk. Leuk om zo'n hele volle publieke tribune te zien vanavond. Hartelijk welkom mensen uit de gemeente Haarlemmermeer, Philippe natuurlijk en vrienden en familie die bij zijn gekomen, hartstikke leuk. Voorzitter en leden van de gemeenteraad, ik wil u danken dat u voor deze donkere dagen voor kerst heeft willen samenkomen voor het agendapunt van vanavond. Ik mag aan u als fractievoorzitter van de VVD uw nieuwe wethouder, althans de kandidaat-wethouder, presenteren. Na het plotselinge vertrek van Martin Krijger heeft mijn fractie en ik de taak gekregen om een opvolger voor het wethouderschap voor de VVD te gaan zoeken. Het sociaal domein staat voor grote en complexe uitdagingen. Dus snel een nieuwe kandidaat vinden was voor ons prioriteit. En zeker om iemand te vinden met affiniteit en ervaring met het sociaal domein. Dat was gewoon erg belangrijk. En als coalitiepartij zijn we daarom voortvarend aan de slag gegaan om iemand te gaan zoeken. We hebben Philippe van Ham bereid gevonden om de komende 2 jaar het wethouderschap in te vullen. De heer Van Ham is op dit moment bestuursadviseur in de gemeente Haarlemmermeer. En naar mijn mening hebben we in Philippe, ik mag Philippe zeggen, een zeer geschikte kandidaat geselecteerd om het ambt te gaan vervullen. Philippe heeft uitgesproken om samen met u de uitdagingen aan te gaan waar onze gemeente voor staat. Ja, en ik denk dat het een heel mooi streven is om dat op deze manier te gaan doen. Over enkele ogenblikken volgt de beëdiging en een benoeming. Maar toch wil ik vanaf deze plek al een aantal mensen bedanken. Het is best wel een reis geweest, een traject vanaf eind september.
Dus ja, dat we hier zijn gekomen met elkaar, ja, daar heb ik echt wel mensen die ik daarvoor moet bedanken. Uiteraard Philippe wil ik bedanken voor de samenwerking tot op heden. Ik vind het erg prettig. Ook zijn gezin, familie, ik heb al even kennis gemaakt. Inhalen meer in Hoofddorp, was hartstikke gezellig. Ja, en ook gewoon aan de ondersteuning, ook aan de coalitiepartners die ook wel erg goed hebben meegedacht over het profiel van de wethouder. Uiteraard ook mijn VVD-achterban die ook in volle getallen aanwezig is in deze raadzaal. En ook Ronald Olij. Ronald Olij is onze voorzitter van ons bestuur. En die heeft ook wel mij zeker geholpen met de begeleiding om het proces in goede banen te leiden. Ja, tot slot dank ik de gemeente Haarlemmermeer voor het loslaten van Philippe. Ik heb begrepen dat zij hem liever niet zou hebben laten gaan. En dat vind ik toch wel een positief signaal, nou, tenminste voor ons. Dus ik wil u nogmaals danken voor uw aanwezigheid vanavond. En ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Leeuwenga. Goed, alvorens tot benoeming en beëdiging over te kunnen gaan, denk ik dat het goed is om even te delen dat er voor het wethouderschap een aantal vereisten gelden. En die zijn opgesomd in de gemeentewet. En dat gaat over leeftijdsvereisten, minimaal 18 jaar, niet uitgesloten van het kiesrecht. Ingezetenen van de gemeente. Ontheffing daarvan is mogelijk en daar is dus ook in het raadsvoorstel al in voorzien. In bezit van een verklaring omtrent het gedrag. Geen sprake van onverenigbare betrekking en wij hebben ook altijd een risicoanalyse integriteit die we voor wethouders laten uitvoeren. Ik kan u dan ook meedelen dat die risicoanalyse heeft plaatsgevonden door een extern bureau. De uitkomsten daarvan die zijn besproken met de heer Van Ham en met de gemeentesecretaris en met mij. En de samenvatting van die bevindingen die maakt ook onderdeel uit van de geloofsbrieven en is ook beoordeeld door de onderzoekscommissie geloofsbrieven. Voordat je kunt overgaan tot benoeming en beëdiging en ook besluitvorming, moeten die geloofsbrieven onderzocht worden. En nou hebben wij hier een mooi gebruik om dat efficiënt te organiseren. Dus die geloofsbrievencommissie die is al samengesteld. Desalniettemin stel ik voor dat die bestaat uit mevrouw De Wit Scholten van OP als voorzitter en mevrouw Groot van ODS en de heer Wildoer van het CDA. Ik hoop dat u daarmee in kunt stemmen. Dat is het geval, dat komt mooi uit, want ze zijn ook al aan het werk geweest. En de commissie heeft voor de vergadering de geloofsbrieven ook onderzocht. En dat betekent dat ik mevrouw De Wit wil vragen om de bevindingen van de commissie met de raad te delen. Mevrouw De Wit, u heeft het woord. Dank u, voorzitter. De commissie uit de raad van de gemeente Stedenbroek, in wier handen werd gesteld de geloofsbrief en verder bij kieswet gevorderde stukken, ingezonden door de heer P.A.C. van Ham, Philippe, op donderdag 21 december 2023 voorgedragen tot wethouder van de gemeente Stedenbroek, rapporteert de raad van de gemeente Stedenbroek dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Er zijn geen beletselen die een voordracht tot wethouder in de weg staan. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. Wel is geconcludeerd dat de heer Van Ham niet voldoet aan de vereisten van het ingezetenschap woonplaatsvereisten, maar daar is in voorzien middels de ontheffing die opgenomen is in het concept raadsbesluit. Dank u. Dank u wel. Nou, dat is mooi. Dan hebben we die hobbel in elk geval genomen. Dan komen we nu aan de stemming zelf. En we gaan hiervoor stembriefjes uitdelen. U geeft hierbij aan of u voor of tegen bent. We hebben ook een stemcommissie nodig. En het voorstel is om die te laten bestaan uit de heer Kroesen van het CDA als voorzitter, de heer Essen van ODS en mevrouw Bicherou van Partij van de Arbeid GroenLinks. Alle stemmen zijn ingenomen. Ik wil de stemcommissie vragen om de stemming en de stemmen te gaan tellen en ik schors de vergadering. Ik heropen de vergadering.
En ik geef graag de heer Kroens het woord om ons uit spanning te helpen. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Als stemcommissie hebben we alle 15 stemmen geteld. En alle 15 hebben voor de kandidaatstelling van de heer Van Ham gezeld. Nou, dan bent u met unanieme stemmen benoemd. Dat betekent dat u benoemd bent, tevens ook benoemd bent als afgevaardigde in een aantal gemeenschappelijke regelingen en ontheffing verleend is voor de duur van 1 jaar van het ingezetenschap van de gemeente. Dan gaan we nu over tot de beëdiging en de heer Van Ham heeft aangegeven de eed af te willen leggen. Dus ik wil u vragen of u hier bij mij komt staan en ik verzoek u allen te gaan staan bij de eedaflegging. Zo doen, dan kan hij ook een goede foto maken. Uitstekend. Goed. Iedereen staat, mooi. Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Gefeliciteerd. Hartelijk gefeliciteerd en welkom in Stedenbroek. Dank u wel. Alsjeblieft. Even die kant op kijken. Ja. Lukt? Bedankt. Ja. Vanaf deze plek nogmaals hartelijk gefeliciteerd. Heel veel succes met het uitoefenen van uw taken en werkzaamheden als wethouder. En ik wil u graag de gelegenheid geven om zelf ook iets te zeggen en wil u vragen om dat hier te doen. Dus kom hier staan alsjeblieft. Voorzitter, geachte leden van de raad, collegeleden, collega's mag ik zeggen, dames en heren. Voorzitter, allereerst wil ik graag de leden van de gemeenteraad danken voor het uitgesproken vertrouwen. En daarnaast, de heer Leeuwga refereerde er zojuist hier al naar, wil ik graag u en de leden van de gemeenteraad en ook de Griffie danken dat deze bijzondere raadsvergadering heeft kunnen plaatsvinden vlak voor de kerstdagen en het kerstreces. Voorzitter, ik ben zeer vereerd en trots dat ik als portefeuillehouder voor het sociaal domein aan de slag mag. En voorzitter, het is geen publiek geheim dat het sociaal domein wordt gekenmerkt door grote uitdagingen. Zelf heb ik dat vanaf jonge leeftijd al mee mogen maken toen ik in de ouderenzorg werkzaam was. De uitdagingen die in het sociaal domein voor ons liggen, die zie ik met vertrouwen tegemoet. Want uitdagingen overwinnen, het neerzetten van resultaten en successen, dat doe je niet alleen, dat doe je samen. En deze samenhorigheid en betrokkenheid is hier in Stedenbroek zeer aanwezig.
De gesprekken die ik de afgelopen periode heb gevoerd werden continu gekenmerkt door energie, betrokkenheid en saamhorigheid. We gaan samen als team Stedenbroek in samenwerking met onze buurgemeente en de medewerkers van de Z-organisatie aan de slag. Voorzitter, het gegeven dat ik hier als een trotse en vereerde wethouder mag staan, is niet het gevolg van individueel handelen, maar van een samenwerking en steun die ik de afgelopen jaren van velen heb mogen ondervinden. En zo ben ik ook diverse personen die vanavond aanwezig zijn veel dank verschuldigd. Ik verlaat Haarlemmermeer met een warm gevoel, maar tegelijkertijd ben ik ook met veel warmte in Stedenbroek ontvangen. En daarvoor ben ik de heer Leeuwenga, mag nu Joey zeggen, en de heer Olij Ronald, de leden van de VVD-fractie, de coalitiepartners en de overige leden van het college bijzonder dankbaar. Maar daarnaast wil ik ook mijn echtgenote publiekelijk danken, notabene vandaag op haar verjaardag. Dankjewel voor je steun en vertrouwen en dat je deze reis met mij wil maken. Voorzitter, ik ga afronden. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en om samen met een ieder te werken aan een nog mooier Stedenbroek en daarover met alle betrokkenen nader het gesprek te voeren. Dus daarom rond ik graag af met de woorden: tot spoedig ziens. Dank u wel. Ja, en dan als laatste, u loopt al de goede kant op. Het plekje aan de wethouderstafel en misschien wel het allerbelangrijkst, het naambordje. Dus gaat u zitten, ik zet hem ervoor. Nou, als het goed is, moet het zelfs in het systeem allemaal al verwerkt zijn. Dus komt helemaal in orde. Dat brengt ons alweer aan het eind van deze bijzondere raadsvergadering. Heel fijn dat u er allemaal was. En ik wil u graag van harte uitnodigen om nog even ons te vergezellen naar de ruimte hiernaast. En dan kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje nader kennis maken met elkaar. Dus van harte welkom zometeen. Ik sluit de vergadering en ik wens iedereen hele goede kerstdagen, goede jaarwisseling en tot in het volgend jaar in deze setting.